kijken naar weer een nieuwe weekendvlog. Eindelijk weer eens een weekendvlog. Mocht je me niet volgen op Instagram, dan heb je geen idee. Maar ik ben een tijdje afwezig geweest, heel eventjes, omdat ik me gewoon niet goed voelde. Voel ik me eigenlijk nog steeds niet helemaal. Het beste is gewoon doorgaan. Dat is het voor alles in mijn leven geweest. Gewoon doorgaan, niet met de pakken neer gaan zitten. En dat heb ik dus wel heel eventjes gedaan. En ik ga niet vertellen of uitleggen waarom of hoe, wat, dus zo. Maar ja, het is zaterdag. Dus we gaan gewoon weer weekend vloggen. En ik heb al eventjes gedoucht vandaag en ik ben mijn haar bezig geweest. Maar dat is weer echt typisch iets. Dan doe ik er weer van alles in en dan zit het gewoon niet. Ik moet gewoon mijn haar wassen en het lekker op laten drogen en er niks mee doen. Maar ik heb er dus weer van alles in geknald. Ik ben ook even bezig met outfits bij elkaar zoeken. Want ik ga vandaag naar Sabrina en Leonie. Of met Sabrina en Leonie de stad in. En ik ben nu even bezig met het outfit bij elkaar aan het zoeken. Dit is een pak, geruit pak van de Zara. Maar ik twijfelde gisteravond een beetje. Maar het was super donker toen ik het voor het eerst paste. Dus ik ga het nu nog eventjes aandoen. En even gewoon selecteren wat ik mee ga nemen. Oké, ik vind het een stuk leuker dan gisteravond. Maar let wel, het is natuurlijk weer een regelrechte bende hier op mijn slaapkamer of kleedkamer. Maar kijk, dit is het pak. Ik hou van pakken, dus het is, ja, I like it. Ik vind hem wel leuk. En dat was nu heel erg in de sale. Want dit dingetje was eerst 80 euro en de broek 50 euro. Maar ik heb nu 50 euro voor het ding betaald. En 30 voor de broek, volgens mij. Ik weet niet helemaal precies zeker, maar ongeveer. Maar hij is wel heel erg cool. Sowieso die blazer, die hou ik dan wel sowieso. Want die vind ik heel erg tof. Die vind ik ook leuk voor boven een spijkerbroek of een flare pants of zo. Flare pants misschien iets minder. Maar gewoon op mijn Levi's mom jeans of zo. Vind ik vet cool. En de broek zit erg low waist. Dat ben ik niet echt gewend. Maar ik vind hem wel chill. Hij is wel lekker lang. Maar welke schoenen doe ik hieronder aan? Hè? Dat is altijd weer de vraag bij mij. Ik heb zo'n crisis. Welke schoenen moet je hieronder aan doen? Ik heb nu Chelsea boots. Maar dat vind ik echt niet mooi. Oké, deze simpele outfit is outfit 1 met gewoon mijn jas en een petje. Want in mijn AliExpress shoplog of je review video, toen gaf ik aan dat ik zo'n petje zocht. En toen zei een kijker tegen mij bij de Action, bij de mannenafdeling, gewoon die oude lullen afdeling, bij die oude sloffertjes en oude petjes ligt zo'n petje. Dus helemaal top. Voor 2 euro nog wat is dit petje dus van mij. Het ziet er nu even een beetje raar uit. Ik heb een beetje snel opgedaan. Maar hij is echt wel heel cool. Dus deze en dan een vintage jas. Deze zal je zo wel zien dat ik hem aan heb hoor. Want ik ga hem nu nog even niet aan doen. Ik ga nog niet weg. Maar deze heb ik voor 18 euro gescoord. Kijk, zo vind ik hem een beetje leuk zitten. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik ben wel nog op zoek naar gewoon echt een egaal zwarte, zeg maar. Want dit is dus, zoals je kan zien, wel een beetje een grijs-zwart patroontje. Wat ik ook heel vet vind hoor, maar anders is het allemaal zo boring zwart. Oké, ik ben al set. En ik heb ook weer een lipstick gevonden die ik echt al super lang niet heb gedragen. Maar dit is Whirl van MAC. Ik vond hem altijd weer een beetje donker. Maar nu vind ik het wel meevallen. I like this. Ik ben weer zoals gewoon aan het uitstellen. Want ik vind nu dat dit petje goed zit. Maar ik ga met de scooter. Dus dan moet ik mijn haar en een knot doen. Want achter mijn haar vliegt overal naartoe. Dat is echt het vervelendste ever van een scooter. Dat is trouwens zo naar. Kijk, ik woon in Amsterdam. Wacht, ik moet jullie even neerzetten en even mijn... Zo, oké. Oké, ik woon dus in Amsterdam en ik heb een snorscooter. Dat betekent dat ik een blauw kenteken heb. Op de fietspaden moet rijden. Op het moment nog. En dat ik... Even mijn jas aan. En dat ik geen helm op hoef. En 25 km per uur mag rijden, officieel maximaal. Eerlijk is eerlijk, ik rijd veel harder dan 25. En dat raad ik jullie niet aan, dat mag ik jullie niet aanraden. Dus dat zal ik ook zeker niet doen. Maar, oh my god, die schoenen. Ik moet eigenlijk deze schoenen mee. Pas niet. Anders doe ik die wel... Nee, doe ik wel een andere keer. Ja, dit is alles. Oké, zo. Alleen mijn handtas, maar die is beneden. Maar ja, nieuwe wetten die er waarschijnlijk aan zitten te komen. Moet ik met mijn snorscooter een helm op. En mag ik waarschijnlijk niet meer op het fietspad en op allemaal weggetjes mag ik niet meer. En dat is super... Oh, trouwens! Jullie hebben nog niet gezien dat ik een gele muur heb. Ik heb een weekendvlog wel gemaakt, maar nooit geüpload. Omdat het was gewoon een kut weekendvlog. En in die
vlog is deze muur geel gemaakt. Maar daar ga ik jullie dus morgen denk ik even wat meer over vertellen. Of later of zo vandaag, want ik moet nu opschieten. Ik besefte me heel eventjes dat het 10:30 is. En ik doe er 10 minuutjes over om naar Centraal te rijden. Dus ik kan het beste heel eventjes wachten, want ik heb hem 11:00 afgesproken. Maar dan kan ik even wat vertellen over de muur. Oké, dit is... iets wat ik in een vorige vlog ook al had gezegd. Dat ik en Zico dit gingen verven. Ja, fucking vet. We hebben namelijk... Of ik heb namelijk... Mijn huis natuurlijk. Een beetje... Woont Zico nou bij me? Ja, nee. Nee, eigenlijk nog niet. Maar het is wel de bedoeling natuurlijk dat als je een relatie hebt op mijn leeftijd... Dat je op een gegeven moment denkt van... Goh, willen we samenwonen? Ja, we willen heel graag samenwonen. En als we dan een verandering aanbrengen in het huis, dat je dat dan samen over hebt. Dus vandaar en ja. Maar oké, deze gele muur, ik vind mokergeel, ja, nu noem ik het ook mokergeel. Zico die noemt het voor de grap mokergeel, ik noem het gewoon okergeel, zoals elk normaal persoon. Maar okergeel is gewoon echt een super mooie kleur. Dus we wilden dat heel erg graag. Ja, dit huis is eigenlijk altijd super wit en super clean geweest. En toen besloot ik om groene velvet gordijnen te nemen. Kijk, dat kan je wel zien. Mooie velvet gordijnen. En nou, dus ik belde mijn opa op. En mijn opa is schilder geweest. Ik zeg, hey Nana, want zo noem ik mijn opa. Wat voor kleur past er heel erg mooi bij die gordijnen? Want ik wil gewoon een andere kleur op de wand hebben. En toen zei mijn opa okergeel. Nou, dan doen we dat. Knallen we okergeel erop. En ik vind het super vet. Ik zou wel, die roze kussentjes op de bank, die moet ik dus nog weghalen. Het liefst zet ik er een bruine leren bank voor in de plaats. Want dat vind ik gewoon super mooi staan bij elkaar. En nu vind ik het nog eigenlijk een beetje een zooitje. Snap je wat ik bedoel? Een bruine leren bank zou echt super veel rust brengen hier zo. Dan zou het echt een heel mooi hoekje worden. De muur was nog super erg aan het drogen. Dus vandaar dat er nog niks aan de muur zelf zit. Maar dat komt ook nog. Waardoor het ook weer het geheel wat breekt. Want nu is het echt één... Bam, gele muur. Maar zodra we daar allemaal dingen ophangen en ik wil veel meer ophangen dan er eerst zat. Want eerst zaten er twee van die plankjes. Maar nu, het liefste, gewoon één zo'n grote houten plank met allemaal dingen erop. Misschien dan hier nog wat ophangen. Weet je wat, dat even die wand even gevuld wordt. De witte plankjes zaten op de muur. Die zijn van Decenio, heb ik die ooit gekregen. Maar ik vond, ik weet niet, vind ik witte plankjes nog mooi op de muur? Oké, jullie moeten even helpen. Witte plankjes op dit gele, is dat leuk? Maar dan wil ik wel een grotere plank. En heel veel mooie grote posters erop. En wat groen wil ik. Dus plantjes en zo. Of een houten plank. Wat is mooi. Eigenlijk wil ik gewoon van alles doen nog in mijn huis. Maar ik heb besloten om er een soort van serie van te maken op mijn YouTube kanaal. Dus ik heb eventjes het geluid weggehaald wat ik allemaal wilde doen. Want ik heb echt super veel uitlopen leggen. Maar dat komt dus allemaal in een losse serie. Eigenlijk van alles wil ik eigenlijk nog gaan doen. En eigenlijk is dit weekend eihallen. Maar ik kan niet dit weekend. Want morgen ga ik met mijn familie ook weer wat doen. Dus dat is wel weer jammer. Maar eind deze maand, 27 en 28 januari, is er weer eihallen. Ik word niet gesponsord hoor. Maar dan ga ik er dus heen. Zaterdag. Zaterdag ga ik naar de eihallen. Super veel zin in. Moppie, wat is er? Kom maar. Schatje. Oké, het is 7 minuten later dan net. Ik kan me gewoon weggaan, want ik moet nog even ontbijt halen en zo. Ja, ik ga wel gewoon nu weg. En muziek gaat aan. Oh, ik heb een afspeellijst gemaakt. Sorry jongens, ik ben gewoon weer een beetje blij dat ik aan het vloggen ben. En mensen die me wat langer volgen, die kennen mij. Ik ben all over the place. Super enthousiast als ik enthousiast ben. En ja, vind ik gewoon leuk. Maar ik heb nu dus een afspeellijst gemaakt op Spotify. Met allemaal oldschool nummers. En dat vind ik zo leuk. Maar een beetje oldschool rap en zo. Oldschool R&B rap. Dat is het. Geniet ik echt van. Ik zal wel dat linkje. Ik denk dat ik die niet. Ik heb eigenlijk alles verborgen op Spotify. Maar dan kan die wel even openzetten. Dan zouden jullie hem kunnen beluisteren als jullie hem leuk vinden. Ik vind hem in ieder geval super leuk. Het is echt een beetje mijn jeugd. Dit is dus, die ik nu op heb staan, is Sugar Sugar van Baby Bash. En is het echt, dat is dat liedje van Sugar Sugar, how you get so high, of zoiets. En is Ashanti, Roses van Outkast. Roses, En Neo, Miss Independent. Ik bedoel, dit wil je gewoon luisteren. Dit is de oude Usher. De oude Usher waar ik echt verliefd op ben geweest. Coolio, Gangsta's Paradise. Super vet. Oké, met die ga ik de scooter op. Ik zie jullie zo meteen. En thanks voor het kijken van deze vlog.
Ja, daar word ik blij van. Thanks. Joe! Ik kom net van de scooter af. Ik vind die broek heel leuk. Is dat die van Lovies? Ja, maar ik heb hem in het groen. Oh. Ja, voor mij is hij niet lang. Maar ik heb al lange benen laten staan, hè? Ja, we hebben echt veel dezelfde kleren de laatste tijd. Die, my jewelry. Ja, het is echt kut dit. En May kan niet de vlog beginnen. Ik ben al begonnen, oh, maar ja. Ik kan niet normaal. Het is gewoon een spiegel nu even. Oké, let's go. Dus we gaan eerst daar. Hier. Yeah. We gaan shooten. Ik heb echt koud om nu je jas en zo. Oh nee hoor. Nee, dat moeten we gewoon doen. Nee hoor. Ja, voor mij is zo mooi te koud. Dat is altijd het dingen van shooten, zeg maar. We moeten even vastleggen. Ik wil het ook op mijn vlog. Hoe stom dat er dan uitziet. Dat je dan je tas en je jas aan de kant doet. Ja. Of degene die foto's maakt, bijvoorbeeld alle jassen en tassen vasthoudt. Ja. Maar het is nu natuurlijk ook zaterdag, dus het is heel druk daar. Ja, klopt. Oké, Sabrina gaat dus als eerste. Oftewel, ik heb hier een tas van Sabrina en hier een tas van Sabrina. En nu ga ik dus... waar is mijn telefoon? Hey! Ik heb een vlog. Dit is een kijk. En wordt even foto's maken en de pak ezel. Want het is een beetje nat op de grond. Ja, de tas staat daar op de grond, hè? Studententas. Nu is Leonie aan de beurt, dus ik heb hier nu een tas. Nee, waar is jouw tas? Ik heb geen tas voor jou. Oh, ik heb je sjaal! Nee, maar ik heb een jas en een sjaal nu van Leo. En nu ben jij. Nee, ik ben nog steeds zo ziekig. Ik zit nu gehurkt, zodat deze foto eruit kan komen. Super mooi. Oké, we zitten nu even in de Hoxton even thee te drinken. We hebben alle drie een andere soort thee. Maar het is wel altijd heel erg leuk en gezellig hier. We hebben even outfit change gehad, maar we wilden ook in deze spiegel even een foto. Dus we hadden even al onze spullen in de wc. Oké, nu weer alles aantrekken. En foto's maken weer. Maar we hebben een aantal foto's al gemaakt en we gaan nu lopen. Zijn we aan het doen naar Sushito. En daar kun je lekker... Sushirito's aan, dus burrito's van sushi en sushi bowls. En daar heb ik echt super veel zin in. En ik dacht, oh, het is nu nog maar 4 minuten lopen. Maar ik had hem ingesteld op fietsen. Ja, fucking stupid. Maar kan je niet instellen op lopen? Ja, met Google Maps wel. Volgens mij. Bijna 6 kilometer gelopen. Dat is veel, vandaag. En ik heb trouwens die haarband in van... Ik weet niet per se gelopen. Van AliExpress. Deze haarband was maar een euro of zo. Echt? Van AliExpress. We zitten nu met Sushito. En ik heb in plaats van een pokeball heb ik burrito's. En hier op deze meiden hebben gewoon wel pokeballs. Super lekker. Kijk, super lekker. Is het lekker, Swap? We staan nu in de tram, want we hebben net gegeten met Sushito. Ik heb ook even omgekleed weer. Maar ik voel het weer niet, jongens. Ik weet niet wat ik heb, maar ik voel het gewoon niet. We moeten hier gewoon gesteld worden. Dat is het gewoon. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Zij ook met de schoenen. Ja. Nee. Maar dus die gaan niet op de foto. Oké, we staan nu. Is de tram? Ah! Nee, ik heb het. God, oh my god. Oké, ze wil heel graag met de tram op de foto. Hoe eng is jouw scherpje? Is dit normaal? Nee. Dat is met al die Want nieuwe doordat GCC's. Jij zo dichtbij gaat staan, oh my god. Ga ik automatisch dat foto kopiëren. Anders moet je aan die kant staan. Ja. Kom hier staan. Of meer, want ik stond volgens mij met jouw foto's maken ook meer op de weg, toch? Ja, we werden allebei bijna aangereden. Ja. Ja, we zijn hier bij Spui. Want ik vond het wel cool om zo'n echt Amsterdamse foto te hebben. Want deze achtergrond is sowieso heel vet. Maar dan komen de trams hier de hoek om. En ik heb al... Hoi. Hi. Zo irritant? Nee. Kijk, hier is niet leuk. Oh, sorry man, maar ik vind het wel irritant. Maar, wat ik nou zeggen? En ik had van jullie echt... Waar is mijn telefoon? Ja, van jou, zo leuk. Hier, deze is zo perfect. Zo leuk. Die is echt perfect. Oh, ja, maar het is te druk ook. Nee. Ik kan niet instellen. We gaan even een theetje doen en dan gaan we weer verder. Ja. Ja, dit is jouw camera. Oh. Oké, okay, we zitten nu even bij Metropolitan binnen. Ik heb net namelijk nog wat foto's gemaakt en dat was al koud. We gaan even lekker opwarmen hier zo. En ik moet me echt inhouden om eten te bestellen, maar ik zit nog helemaal vol. Maar het eten is hier zo lekker. Maar ik ga gewoon lekker alleen voor thee. We hebben net dus gewoon een heel bij Metropolitan gezeten. Even, nou heel lang. Best wel lang, ja. En het is nu 5 voor... Oh, kut! Ziek is al bijna klaar met werken. Sorry, ziek. Sorry, ziek. Ja, ik ga hem even ophalen. Sorry. Zeg maar, sorry. Je moet hun hebben. Sorry, dat was gezellig, oké. Oké.
Maar nu dus ga ik naar Ziek toe rijden en dan haal ik hem op van werk en dan hebben we date night thuis. Cute! Ja, dat doe je dan nog als je zo heel lang samen bent. Dan is alles nog schattig en leuk. Ja, maar als jullie langer samen zijn, dan ga ik het ook niet meer zeggen. Alleen nu. Ja, precies. Alleen nu. Ja, lekker warm. We zijn alle lopen zo. Inmiddels ben ik weer thuis. En Ziek is ook lekker thuis, dus super nice. En ik weet niet precies hoe laat het is. Oh, het is 6:55. Super relaxte tijd eigenlijk. Want we gaan nu meteen eten, toch? Ik heb wel zin om te eten. Ja, ik ook. We gaan oliebollen eten. Nee. Ook. Lekker. Maar wat we gaan eten zijn zoete aardappelblokjes, doperwten en een stukje vlees. Lekker Hollands. Hartstikke leuk, toch? Hollandse vodka, hè? Een beetje Hollands. Hollandse vodka. Ja, we hebben vanavond date night. We hebben vanavond date night. En in plaats van dat we bijvoorbeeld uit eten gaan naar de bios, zoals normale stelletjes. Nee, dit vinden wij gewoon heel erg leuk om soms even te doen. Maar het is trouwens echt bizar, maar het maakt niet uit. Nee, want wat wij gewoon doen is dan zitten we gewoon lekker thuis. En dan gaan we iets kijken of iets doen. En dan nemen we een paar vodkatjes. En dan eindigen we eigenlijk met een soort van karaoke. Hier thuis. Toch? Ja, daar komen we. Ja. Ja. Dus dat. En dat vinden we gewoon leuk. En dan blijven we lekker thuis, want het is veel te koud om bijvoorbeeld de stad in te gaan of zo. En dan doen we toch iets leuks. Nee, maar die doperwten die hebben maar een paar minuten nodig. Oh ja, dit is leuk jongens. Want ik ga de doperwten apart doen. Want ik ga even laten zien. Ik wil altijd deze, of ik neem altijd deze. En toen zei Ziek, ja maar deze zijn beter volgens een test. Ik weet niet welke test, maar mijn test. Jouw test. Hij laat mij geloven dat het gewoon echt een test is. Maar oké. Dus ik neem ze nu allebei. En dan ga ik ze allebei maken. En dan ga ik proeven welke doperwten lekkerder zijn. Want deze zijn wel goedkoper. Niet heel veel. Nou, maar 30 cent. 30 cent? Ja. Ik dacht 10 cent of zo. Nee, die is 89 cent voor mij. Die deze is 89. Die 69 cent. Oh echt? Ja. Oh. Oké, okay, de tv zit een beetje hard aan, jongens, sorry. Maar dit is hak en dat is dus Albert Heijn. Maar ik ga het even proeven en ik laat jullie weten. Maar deze ziet er wel qua kleur beter uit. Dat is hak, boven. Ziet er gewoon wat faker uit of zo. En we kijken trouwens de slimste mens. Ik vind die van hak veel lekkerder. Met of zonder mayonaise? Zonder. Ik heb echt zonder iets. Ik heb altijd trouwens hierbij mayonaise en deze saus gemixt. Super lekker. Wat een gele bom dit. Moet je kijken naar de camera. Ja. Verschrikkelijk. Maar. Dit is hak. Ja. Wat heb je nu? Alleen hak of heb je die ander al genomen? En? Eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen. Nee, die ga ik af. Dus die ander die vindt hak lekkerder. Ja. Maar wij hebben besloten om deze troep van de tafel. Het ziet er echt niet uit. Ik ga het weer even opruimen. Maar Ziek zei als een van de eerste dingen toen hij weer binnenkwam: van is het niet mooi als de tafel zo staat? Maar ik denk, dus zeg maar overdwars, ik denk dat dat niet mooi zou zijn qua ruimte. Maar ik ga het jullie even beter laten zien. Ik heb trouwens nog nooit iets van een home tour of whatever gedaan. Dus ik heb ook nog nooit mijn woonkamer echt gefilmd zonder mijn kop ertussen, denk ik. Dit is dus, als je binnenkomt, knal je eigenlijk gewoon iedere keer tegen die tafel aan. Cool als de tafel zo ook zou kunnen staan, maar daar is dus een prullenbak. En daar begint alweer de tv-meubel. Maar ja, we gaan het gewoon zien. De tafel is veel te groot hiervoor. Oh, we hadden het helemaal bedacht al. Nee, ik vind dat helemaal niks, want dan is het zo lang, 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 zeg maar. Het is weer een illusie, ze hebben armer. Guys, inmiddels is het zondag. Het was gisteravond iets van 3:00 geworden of zo. Toen zijn Ziek en ik naar bed gegaan. En ik word natuurlijk weer wakker om 8:00. Super vervelend. Ik ben daarna gelukkig wel weer in slaap gevallen. Maar ik ben net in bad geweest. En ik ben nu even een paar glazen op aan het ruimen van gisteren. Een paar dingetjes aan het opruimen van gisteren. En ik moet heel veel wat meenemen naar mijn moeder toe. Wat was ik aan het zeggen, jongens? Ik ben echt zo... Dat is mijn moeder. Mijn moeder is er en het is meteen weer helemaal, die twee zijn dikke mik. Dus waar denk je dat de tafel weer staat? Yes. High five was dat. Kijk, de tafel staat weer zo. Inmiddels hebben we eigenlijk weinig gedaan, maar er is wel wat tijd verstreken. We hebben wel iets gedaan. We hebben wel iets gedaan, ja. Ik weet niet waar naartoe. Naar rechts. We zijn toch bij de rotonde naar rechts. Jongen. Hier hebben we gelopen toen, toch? Ik heb gehinkeld hier zo. Toen had ik nog mijn hernia, ik kon niet normaal lopen. maar we zijn er weer bijna bij mijn broer, waren bij zijn, hier,
hier is het toch, ergens? Ja, maar ik ga daar parkeren. Hier, kijk, dit is het huis van mijn broer. Maar we zijn dus nu weer bij mijn broer. Dan gaan we weer dingen uitladen, want we zijn dingen aan het verhuizen. Dat heb ik helemaal niet gezegd, maar we zijn dingen aan het verhuizen. Kan ik hierin? Op zondag. Ja, zeker kan je hierin, schat. Jij kan dat. Ik ben zo keien en parkeren. We gaan het meemaken, man. Doe me zo. Oh, nu worden je toeschouwers ook. Ja, daarom. Nee, ik ga het moet ik het doen, schat? Ja, ga jij het maar doen. Jongens, het is 3:15 geweest en Ziek en ik hebben nog niks gegeten. Zo'n trek. Geen energie meer over. Nee. Moet je gewoon zorgen dat je wat te eten in huis, zodat je s'morgens als je wakker wordt. Ja, maar ik werd wakker dus stond jij voor de deur. Niet waar. Bijna wel meteen. Oké, je kan wel weer merken dat ik honger heb. Want ik ga naar de Albert Heijn om eten te halen. Nee. Heb ik dadels met spek. Ik heb sushi. En wat hebben we nou nog meer? Oliebollen. Ja. En bril schoonmaakdingetjes. En schoonmaakdoekjes voor mijn bril. En we hebben ook volle melk. Woep woep. En nu gaan we naar huis van moeder. En daar hebben we ook nog broodjes. Het is super koud vandaag. En inmiddels is het alweer 7:30, dacht ik. 7:15. Dus het is nog niet 7:30. Maar... mijn moeder is bezig met keukenprinses zijn. Waarom? Ik weet waar, waarom, door Vichalo, schat. Maar wij eten allemaal broodje hamburger en ze heeft dan besloten om kip bij te doen. En in die active fry zit dus patat. En het wordt build your own burger, allemaal dingen bij elkaar. Maar ik vlog trouwens niet zo erg veel. Mijn broer, daar ben ik ook de hele dag mee en hij vindt dat eigenlijk helemaal niks. Hij hoeft niet op de vlog, hij heeft helemaal geen behoefte aan. En we waren ook bij hem in huis en zo. Dus dan, vandaar dat ik even niet gevlogd heb. Maar ik zie jullie gewoon zo meteen weer. En ik heb trouwens mijn moeders ochtendjas aan. Dat is altijd als ik hier ben, dan wil ik... Is dit nu de mijne, ja. Maar het was niet de mijne. Maar altijd als ik hier ben, dan wil ik altijd ochtendjas aan. Omdat mijn moeder dat ook heeft. Dat hoort er gewoon bij of zo. Dat is gewoon lekker. Inmiddels zijn we weer thuis. En dit was alweer heel de vlog. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je een bepaalde tip hebben over de muren, over behang of over whatever, laat het zeker even weten. Mocht je het allemaal super lelijk vinden wat ik heb, geniet er dan lekker van hoe lelijk het is. En tuurlijk mag je je mening geven, maar wees een beetje lief. Gelukkig is ons huis en niet jullie huis. Ja, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag heel snel weer. En vergeet niet te abonneren, liken, reageren. Volg me even op Instagram. Want ik heb dus gisteren allemaal foto's gemaakt voor op Instagram. Zou ik super leuk vinden als je dat doet. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!